Woensdagmiddag bracht staatssecretaris Ros een werkbezoek aan Huize Sint-Franciscus. De komst van de staatssecretaris is een blijk van waardering van de politieke aandacht die de provinciale CDA-statenfractie en de regionale afdelingen van het CDA hebben gegeven aan de knelpunten in de zorgsector. Goedendag. Zij werd ontvangen door de directeur van Sint-Franciscus, de heer Kempers, en de voorzitter van de CDA-statenfractie, de heer Hollenga. Als volksvertegenwoordigers hebben we ons toen even open. De heer Kempers vertelt in het kort iets over de geschiedenis van Huize Sint-Franciscus. Mevrouw de staatssecretaris, geachte dames en heren, aanwezigen, betrokkenen in de zorg en belangstellenden in de zorg. Ik heet u allen van harte welkom in Huize Sint-Franciscus. Een 73 jaar oude dame die zo'n 3 jaar geleden aan haar tweede jeugd is begonnen. Als centrum voor wonen en zorg. Over iemand van 73 valt veel te vertellen, maar het programma van vanmiddag laat dat niet toe. En daarna ging de staatssecretaris op bezoek bij enkele bewoners. Goedemiddag, wij mochten even bij u binnenkomen. Zeker. Ja. Was u 68? Ja. Zo, nou, dat is gelukkig. Ja, ja. Maar we kennen elkaar al vanaf de geboorte. Ja, zo lang al. En laten we elkaar weer tegengekomen en gedacht. Ja. We komen elkaar hier tegen. Zij was de man kwijt. Ik was mijn vrouw kwijt. We komen elkaar tegen. Nou, is het. Oh, hallo, gaat het? Ja. Ja, zeg, ik ben mijn man kwijt. Oh, zeg, ik ben mijn vrouw kwijt. Dan kom ik een kop koffie drinken. Nou, meteen op kantoor. Het bleef niet meer koffie. Nee, maar geweldig leuk, toch? En nu zijn we alweer bijna 11 jaar getrouwd. Zo. Ja. En nee, er zijn het ook kinderen? Allebei. We hebben allebei een zoon en een dochter. Die lopen ook gewoon door elkaar. Geweldig, zeg. Oh, die zijn zeker ook wel blij dat het hier, zo fijn wonen is. Ja. Hier van mij wonen hier ook weer twee huis. Ook? Ik wil niet wonen. Ja, schakelstift. Ja. Nee, want die lucht vertalen wel. Mijn zoon woont in Helden en mijn dochter woont dichtbij Nijmegen, in Afferden. Ach zo. Ja. Ja. Nou, dan gaan we de rest even bekijken, want we komen hier even om goede ideeën op te doen. Hoe het in de rest van Nederland misschien ook kan. Ja, hè? Mooi. En hier is het gezelschap op weg naar de volgende bewoners. Ja, dat is wel een maatje aan. Ja. Kosten veel geld. Ja. We houden niks meer over. Nee. Voor de kleinkinderen iets te kopen. Ja, en waar u eerst woonde, was dat anders? Ja, waar we eerst woonden was het anders. Uh-huh. Konden we eigenlijk nog vrij aardig sparen. Ja. Mm-hmm. Ja. We leven wel erg sober, maar... Maar zo sober hoeven nou ook weer niet. Nee, maar nou blijft er niks over. Ja. Het is maar goed dat we een mooi plekje hebben. Dan kunnen we daar nog van genieten. Ja, dat is natuurlijk waar. Maar ja. En de kinderen? Ja, dan gaan we even naar. Ook had de staatssecretaris een emotionele ontmoeting met mevrouw Bordeveld Jonker. En dat ging over het verleden. Toen haar man namelijk in de beginjaren van de oorlog werd afgevoerd naar Duitsland om daar te werken. Voor de dwangarbeiders uit de Tweede Wereldoorlog. En onze mannen, die hadden geen kinderen. Die waren arbeiders van 10 uur. En mij brak de oorlog uit. En in juli moesten ze al weg.
en zo niets. Ik kreeg van alles niets en je werd toch uit het huis gehaald. Ja, ja. En het werd wel eens tijd dat de Nederlandse regering zich daar achter zette dat die mensen dus hun geld kregen. Ja. En dan heb ik eerder is al een. Dat was de vijfde, toen was nog een jaar. Ja. En ik zie zo mooi kwijt, ik vader, hè? Ja. Nog steeds niet. Nog steeds. Het duurt daar heel erg lang, hè, in Genève, voordat ze elk dossier hebben bekeken, geloof ik. Maar er was wel een wat uit. De Tijns is geloof ik ook die dat organiseert. Want ik zal wel eens nagaan als u een brief heeft. En hoe het zit. Toen heb ik aangetekend naar Apeldoorn. En als je weer, maar dat wil je niet. Nee. En toen heb ik, is dat aangetekend weggestuurd en daar heb ik nog nooit een gewicht op. Oh. En dan kwam 25, morgen wordt het een jaar, ja. Kwam dat. Ik denk, nou, hoe zou ik zo wel wat kriegen? Maar nog niks. En dan heb ik het weer kopies van laten maken. Ja. En dan hoop ik dat u eens wat voor me doen wilt. Ik ga het naar. Ik zit hier 3 jaar, ik kan hier kleren meer kopen. Mm-hmm. Het is hier vreselijk duur. Ja. En ik heb zelf altijd gewerkt, bij lage overleden. Ja. Maar zelf ook, toen verdiende ik 5 euro in de week. Moest ik nog kaart terughalen. Ja. En ze hebben me bij de gemeente op 5 euro laten staan. Dus ik krijg ook een pensioen. Zo. En mijn man die was langer bij de. En die krijg ook een pensioen. Die is ziek, ja. Uit Duitsland gekomen. Ja. Staat er ook allemaal in. En dus ik krijg niks. En dan hoop ik zo dat ik eens een beetje kwijt. Ja. En dat is mijn vraag aan u. Goed. Ik ga kijken wat ik voor u kan doen. Ik zal het stuk dat, lezen. Ja. Dan hoop ik dat het niet zo lang duurt, want ik ben bijna 94. Zo. Ja. Nou, ik zal kijken wat ik voor u kan doen en ik vind het een heel ontroerend verhaal. Maar ik zal zien waar dat met heb ik al een heel lang gedaan. Ja. Mijn moeder zei vroeger al, zei, perk je tranen maar op, je kon ze nog wel eens nodig zijn. Ja, kort joh. Dit zijn de brieven? Dit zijn, ja. Eén voor de. Ja, aan de fractievoorzitters en aan Balkenende, zie ik. En de andere is voor de fractieleiders. Fractieleiders van alle partijen. Goed. Kan ik erop rekenen? U hoort van mij. Ja. Ja, u hoort echt van mij hoe het er verder mee gaat. En ik weet niet of een. Ja, banknummer of zo. Maar dat vinden we wel terug. Het is zo groot mogelijk, maar ik. Ik heb hier nog geen kleren meer kunnen kopen. Goed. Geen onderbroek zelfs. Dank u wel. En na deze emotionele ontmoeting mocht de staatssecretaris het zorgrapport en de startnotitie gezondheidswinst boeken kon in beweging in ontvangst nemen. Hoe pakt het beleid vanuit Den Haag, hoe pakt het uit naar de provincie, naar het platteland? En heel veel dank dat u deze kant op bent gekomen. En ik heb hier het rapport. En daar zal ik u dan toch heel graag willen overhandigen. Dank daarvoor. En doe even iets voor de foto. In haar beantwoording zei de staatssecretaris dat de plannen van de CDA goed aansloten bij haar beleid. Maar ik vind het altijd leuk als het van breder gespreid wordt. En dat gunnen alle wel graag, dat ze ook verlichte inzichten krijgen. Dus ik denk ook hoe meer mensen die in de meegetrekken zijn, hoe meer maakvlak van zijn verbeterd is. Dus wat mij betreft zien wij elkaar, zeker rondom deze onderwerpen, vaker. Als er een project opgestart wordt, wie weet kan het een keer voorkomen dat ik ben langskom. De premier is ook erg geïnteresseerd in sport, dus als u de vraag hebt, weet zeker dat het op een hele goede aarde valt. En wat mij betreft, ik luister graag naar de zaken die u mij nog wilt vertellen, want ik vind het buitengewoon interessant. Middag in de koppel, in die 3 uur die ik naar achteren moet reizen, en deze fortuin zijn geweest. Dank u wel.
Tot zover onze reportage over het bezoek van de staatssecretaris aan Huize Sint-Franciscus.